En dan het slot van deze passage, dus de aankomst in de bij de Tibelmonding. Nou, even in drie stukjes. Eerst even dat voorstuk afmaken en dan komt de aanroeping van de muzen. Nou, eerst dit stukje maar afmaken. Zulke is imperat. Aan zijn makkers beveelt hij om iets te doen, om de iter te flekteren, hè, om de weg letterlijk te buigen en om de prora's, dat is de tegenstelling tot van poepies, om de voorstevens terai ter aarde te wenden, naar de aarde te wenden, letterlijk. En wat doet hij nog meer? En laetus, ik pak dit even predicatief, dus en blij succedit vaart hij de opaco fluvio op, de lommerrijke, de schaduwrijke stroom op. Dan is die passage af. En komt de aanroeping van de muze. Nunc age qui reges erato quae tempora rerum. Nou, kom aan nu. Erato, dat is de muze. Erato, normaal gesproken zou je verwachten dat hier Calliope wordt aangeroepen. Calliope is namelijk de muze van de van het epos. Hier wordt Erato aangeroepen. Is eigenlijk de muze van de liefdeslyriek. Nou, expediam is een conjunctivus, die hoort hier zo meteen bij. Dat is een conjunctivus dubitativus. Zal ik uiteenzetten of moet ik uiteenzetten? Moet ik uiteenzetten? Qui reges, quae temporarum, quis latio antiquae fuerit status? Advena classem cum primum ausonius exercitus apolit oris. Dat is wat lastig in dit geval. Nou, één voor één. Qui reges? Welke koningen fuerit er zijn geweest? En welke koningen is hier meervoud? Fuerit is enkelvoud, maar dat komt omdat hier quis status enkelvoud is. Dus het fuerit die hoort wel bij al deze vraagwoorden, maar pakt het getal van de laatste. Moet ik uiteenzetten of zal ik uiteenzetten welke koningen er zijn geweest? Quae temporarum. Welke tijden van zaken er zijn geweest? Quis latio antiquo status. Welke toestand er in het oude latium is geweest? En toen, dan heb ik bij tricolon. Hè? Mijn tricolon is ook nog eens een keertje een asyndeton. Qui reges, quae tempora, quis status, fuerit. Moet ik uiteenzetten welke koningen geweest zijn, welke tijd van zaken er geweest is, welke toestand er geweest is in het oude Latium, cum primum, toen voor het eerst exercitus, het leger, advena, als vreemde, apolit deed landen de vloot, toen voor het eerst het leger, als onbekende, dus ook weer predicatief, de vloot deed landen, classem deed landen, ausoniis oris. Nou, ausoniis op de Ausonische kusten. Ausonie is een prachtig klinkend woord voor Italië. De Ausonisch klinkende kusten. En, revocabo, zal ik de exordia, de beginselen primae pugnae van het eerste gevecht in herinnering zoeken, in herinnering roepen. En ik zal de eerste beginselen van het gevecht, de beginselen van het gevecht, eerste gevecht in herinnering roepen. Nu kun je in plaats van denken dat hier een conjunctivus dubitativus staat, ook denken dat hier een futurum staat. Dat is misschien logischer, vandaar dat ik hem nu even logischer ga vertalen met expediam, dan wordt deze dus in plaats van roze, wordt die rood. Kom aan nu, Erato, ik zal uiteenzetten. En dat is veel meer in de
trant van Virgilius, want je weet uit de aanhef helemaal het begin dat hij zegt arma virumque cano, ik bezing de wapens en de man. Nou, en hier, ik zal uiteenzetten en ik zal in herinnering roepen. Deze interpretatie lijkt me de meest voor de hand liggende in plaats van die conjunctivus dubitativus, hoewel er mensen zijn die ook die conjunctivus dubitativus kunnen verdedigbaar achten, maar ik denk dat het hier logischer is, omdat in de eerste aanhef al staat, ik bezing, en daarna wordt die muze pas aangeroepen, en hier ook, hier wordt eerst iets beschreven, vervolgens wordt die muze aangeroepen, en dan zegt hij, ik zal uiteenzetten en ik zal in herinnering roepen. Dus dat lijkt me de meest voor de hand liggende. Gebruikt hij dus ook op het examen. Nou, heb ik het laatste stukje. Tu vatem tu divamone. Nou, jij, o jij, godin, moet de vatem aansporen. Jij moet de dichter aansporen. Ja, dat is jouw taak. Ik beschrijf het wel, maar jij moet je aansporen. Nou, nog een keer het futurum. Dicam horrida bella. Nou, ik zal gruwelijke oorlogen bespreken. Spreken letterlijk. Dicam acies. Ik zal slaglinies bespreken. En actos reges. En koningen, letterlijk gedreven koningen bespreken. En wat voor een koningen? De koningen gedreven door hun geesten. En nu heb ik weer in funera. In met de accusativus en door hun geesten tot begrafenissen gedreven koningen bespreken. Dat zal ik doen. En nog iets. En de Tyrrheneum manum en de Tyrreense schade, en manum, letterlijk Tyrreense hand, een handvol, kan ook zijn een groep. En totam sub arma, hier sub arma, weer sub, en in dit geval met een accusativus coactam hesperiam. En het gehele onder de wapens gedwongen, voel je de richting? Het gehele onder de wapens gedwongen, onder de wapens gebrachte hesperia. Dus het westelijke land. Nou, wat gebeurt er dan? Majorerum mihi nascitur ordo, en het gaat nog steeds over Virgilius zelf, een grotere reeks van zaken ontstaat mihi voor mij, maius opus moveo, en ik beweeg een groter werk. Ik breng een groter werk in beweging. Dus de verhouding met de muze is heel anders dan bij Homerus, want hier wordt de muze als het ware gebruikt als een aansporing om dingen te doen, terwijl bij Homerus het echt is dat de muze als het ware het verhaal moet vertellen door bezit te nemen van de dichter. En hier doet de dichter het zelf. Maar toch weer onder aanvoering van die muze. En misschien is dat wel Nana Moscuri, wie weet. We zullen het zien en dit is het einde van dit stuk dan.